is het onderwerp deze week op mijn social media. Bij mijn eerste post over dit onderwerp deelde ik een foto waarop ik weer stralend, blij en gelukkig stond. En daar kreeg ik hele mooie reacties op. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Dank je wel daarvoor. Toch wil ik in deze video duidelijk maken dat die foto het resultaat was van mijn veerkracht. Maar niet hoe het begon. En in deze video wil ik proberen op een eerlijke, kwetsbare manier aan jullie mee te geven hoe bij mij veerkracht wel de ruimte kreeg om zich te ontwikkelen. Want nee, dat was niet vanaf het eerste moeilijke moment, vanaf de eerste moeilijke situatie aanwezig in mij. Op zo'n manier dat ik dat ontwikkelde. Want het zat er wel, maar ik gebruikte het nog niet. Ik ben opgegroeid met een psychisch zieke ouder. En als kind had ik echt wel last van het effect dat de psychische ziekte had op ons gezin, op mijn ontwikkeling, op mijn persoonlijke leven. En ik ben eerlijk, heel lang zag ik dat juist als belemmering in mijn leven. Als tegenslag, als ontnemen van mij ruimte om te kunnen leven. En toen ik dat zo ervaarde, had ik helemaal nog niet in mezelf veerkracht aangesproken. En later in mijn leven kreeg ik te maken met een scheiding. Werd ik alleenstaande moeder. En ook toen, in het begin had ik nog niet mijn veerkracht ontdekt. Ook dat zag ik als het ontnemen of het wegvallen van alles wat ik in mijn leven had. En toen was ik heel erg dus nog steeds bezig met het onrecht wat mij was aangedaan en hoe moeilijk alles was. En ja, natuurlijk was dat het ook. Maar wat deed ik ondertussen? Terwijl ik het zo moeilijk had, cijferde ik mezelf helemaal weg. Ik gaf helemaal geen aandacht of bewustzijn aan mijn innerlijke gevoelens. Ik was alleen maar bezig met het van tafel vegen, want het was toch oneerlijk. En daarmee ging ik voorbij mijn gevoel. En gaf ik er geen aandacht aan. En zolang ik dit deed, zat ik in pijn en was ik slachtoffer. Totdat het mij lukte om te gaan kijken naar mijn eigen rol. Wat kan ik doen voor mezelf? Dus dat is de eerste tip ook voor als jij tegenslag ervaart. Of als je een moeilijke situatie zit in jouw leven. Kijk eens naar de rol die je zelf kan hebben waardoor dingen kunnen veranderen. Daarmee zeg ik niet dat je verantwoordelijk bent voor hoe het is gegaan. Maar je kunt wel verantwoordelijkheid opnemen voor hoe ga je daarmee om. En ik merkte dat dat bij mij heel veel verschil maakte. Vanaf dat ik naar mezelf ging kijken naar wat kan ik doen om mezelf hier goed doorheen te helpen. Dat had ik nooit gedaan. Ik deed automatisch wat in mij naar boven kwam als enige manier. En daarmee ontnam ik mezelf een bewuste keuze. En ging ik op de automatische piloot. En ging ik in mijn automatische rol van denken aan andere mensen, zorgen voor andere mensen, goedkeuring willen zoeken bij andere mensen. En daarmee deed ik mezelf tekort. Dus mijn hele leven veranderde al vanaf dat ik dus ging kijken naar wat kan ik zelf anders doen voor mezelf. En ja, dat voelde in het begin heel gek. Maar het was heel waardevol en echt een begin van de verandering in mijn leven. Daarnaast ging ik naast kijken welke rol kan ik anders opnemen of wat kan ik anders doen, ging ik ook kijken naar hoe kan ik beter voor mezelf zorgen. Want blijkbaar heb ik pijn en verdriet of heb ik teleurstelling, ben ik gekwetst. En als ik gewond ben omdat ik gevallen ben, dan zorg ik voor die wond en dan ga ik voor mezelf zorgen dat het weer goed kan herstellen. Dus ik ging ook kijken naar wat kan ik doen om mezelf te herstellen, om mezelf op te bouwen. Hoe kan ik zorgen op een gezonde manier voor mezelf? Dus ging ik voldoende nachtrust neer, verzorgen, gezond eten, maar ook lief zijn voor mezelf. Dus de tweede is,
hoe kan je gezond en goed voor jezelf zorgen om jezelf weer op te bouwen? En dan de derde is, hoe denk je over jezelf? Ik dacht namelijk heel de tijd dat ik het niet waard was om zo aan mezelf te denken en voor mezelf te zorgen. En daarmee deed ik mezelf tekort. Dus de derde is dus echt, hoe denk jij over jezelf? Vind jij dat je het waard bent om ruimte in te nemen met jouw verdriet, met jouw pijn? En mag dat er ook allemaal zijn? Of ben je stiekem jezelf aan het veroordelen dat je dingen niet mag? En heel recent maak ik weer die kracht van veerkracht weer mee. Ging ik weer even terug in mijn oude patroon van mezelf opzij zetten. Maar merk ik weer direct dat dat niet is wat hoort in mijn gedachten bij echt leven. Ik vind dat ik daarin voor jullie natuurlijk een voorbeeld ben. Vorig jaar ben ik mijn moeder verloren. Dit jaar kwam daarbij het verdriet van het verlies van mijn oma, mijn oom en mijn andere oma. Dus heel snel na elkaar zoveel verlies. En dat deed mij heel erg veel. En daar had ik heel veel moeite mee. Toch deed ik alsof ik gewoon mijn leven weer verder op ging pakken en verder leefde. De afgelopen 2 weken heb ik mezelf weer stilgezet daarbij. Nee, ik heb daar verdriet bij. Ik mag daarin beter gaan voelen wat ik voor mezelf kan doen om mezelf te helpen. En ik merk nu direct weer dat mijn veerkracht ontwikkelt. Dat ik weer innerlijk zo voor mezelf zorg, dat ik ondanks het verdriet er weer sterker doorkom. En dit is het verschil van veerkracht. Wanneer je dat ontwikkelt en wanneer je dat traint en inzet, dan creëer je innerlijk het vermogen om krachtiger door die tegenslagen en moeilijke momenten heen te kunnen komen. Zodat als je terugkijkt, dat je ziet hoe het je juist gevormd heeft, ontwikkeld heeft, tot een persoon met nog meer wijsheid, met nog meer innerlijke kracht. Ja, dat je dus jezelf hebt ontwikkeld en dat je bent gegroeid als je terugkijkt. En dat is wat ik jullie ook gun. Want het is echt mogelijk. En omdat ik het bij mezelf, bij herhaling toepassen, want dit is niet iets wat als je het 1 keer doet, dat het altijd vanzelf gaat. Ook ik moet hier nog steeds op letten en bewust mee bezig zijn. Maar wat ik wel bij jullie ook kan aanleren, waar ik jullie in mee kan nemen. Dus ga aan de slag met die 3 tips en gun het jezelf. Om beter door moeilijke situaties heen te komen en jezelf te helpen. Want jij bent het waard om echt te leven, waarbij je verleden je toekomst niet bepaalt.